Allereerst, van harte gefeliciteerd, man of the match. Ben je er een beetje trots op? Ja, zeker. Ja, na de afgelopen tijd, vooral de wedstrijden, bedoel ik hier voor de laatste drie, denk ik. Dan hoe we nu alles omdraaien elke keer, hoe we op eigen veld hier spelen. En dan nu man of the match. Ja, is wel een compliment, denk ik, naar mezelf. Ja, je voelt je thuis in dit spelletje wat we nu aan het spelen zijn. Hè? Dat is echt zo duidelijk te merken. Ja. Ja, je ziet het denk ik wel aan alles en iedereen. En ik denk dat 4-3-3 ons uiteindelijk beter ligt. Dat blijkt denk ik ook wel. Niet te min natuurlijk dat wij uiteindelijk toen zelf hebben gezegd om 5-3-2 te gaan spelen hiervoor. Dat was ook met het idee om minder goals tegen te krijgen. Dat werkte toen. Alleen ik denk dat we aanvallend niet per se tot ons recht kwamen. Dat natuurlijk nu weer omgedraaid. En dan zie ik dat, dan zie je gewoon dat iedereen weer wat meer in zijn krachten komt. Het scheelt ook dat we nu in één keer de goals wel maken. Ik bedoel, daarvoor hebben we ook genoeg kansen gehad. En dan maak je ze niet. En nu de een naar de ander gaat erin. Ja, dan ga je lekker voetballen natuurlijk. Zeker. Ja, dat is heerlijk. Je zag die voorzet van Benjamin Roumillon duidelijk aankomen. Bij Sam Crowther natuurlijk als een soort afleider. Ja. En jij kon het mooi inkoppen, hè? Ja, ik stond er toevallig ergens in de buurt en ik zie Ben eigenlijk al de beweging maken hoe hij hem wel vaker voorgeeft. En Krauter die staat voor me. Ik denk van ik zie hem niet gaan. Ik denk nou ik ga er maar in en die gozer houdt me nog tegen. Ik raak hem volgens mij ergens boven op mijn hoofd en terwijl ik opkijk zie ik hem in één keer die bovenhoek volgens mij ergens invliegen of iets. Dus ik had het zelf niet helemaal door, maar hij zat er prima in. Spitsengoaltje. Ja, heerlijk. Je raakt ook prima in vorm. Echt ook op de manier waarop je telkens naar voren stormt tot en met de laatste seconde. Ja. Ja, dan moet je conditioneel dik in orde zijn. En dat ben je, denk ik. Ja, conditioneel. Dat is altijd wel een van mijn krachten geweest, volgens mij. Wel het loopvermogen. Ik denk dat ik dat hiervoor ook wel heb gehad. Alleen, daar kwamen we daar niet zo snel uit. Waren de ballen er niet naar. Ik denk dat hoe wij nu positiespel spelen, dat niet te vergelijken is met hoe we dat eerst deden. En als je goed voetbalt, ook op het middenveld, dan weet je van ik kan met zekerheid gaan. In plaats van dat je weer moet inhouden en twijfelen van gaat hij wel of niet komen. Nu weet ik van hij komt vaak wel, zeg maar. Dus dan kom je weer wat meer in je spel. Dus, Eerste doelpunt blijkt vaak de belangrijkste te zijn. Want ook in de tweede helft kun je daardoor krijg je meer ruimte en dan gaat het bijna als vanzelf, hè? Nou ja, je weet dat zij moeten komen. En ik denk dat we het in de tweede helft, vooral het begin, nog wel lastig hebben gehad. Volgens mij balletje op de paal. Dat is weer net het geluk wat aan onze zijde is dan nu. Dat we hem dan nu niet tegenkrijgen. Ik denk nogmaals, tot 4-5 weken geleden denk ik dat die ballen er allemaal in zaten tegen ons. Nu heb je het geluk mee. En dan zie je dat wanneer zij ruimte weg gaan geven, dat wij met jongens op het middenveld lopen, dat niet te verdedigen is met Benna voorop erachter. Dan loop je er zo doorheen. Dus, Ik zou zo zeggen, Nicky, namens alle DVS-supporters en DVS-TV, ga zo door. Volgende week Urk. Ja. Ja, dat is ook natuurlijk wel een lastig potje op Urk. Doen het ook de laatste tijd volgens mij wel aardig. Ik weet niet, volgens mij, ik hoorde vandaag dat ze het ook wel redelijk 4-4, echt. dus die doen het ook met de oud-trainer van ons. Dus die kent ons volgens mij ook nog wel redelijk. Dus het zal een mooi potje worden helemaal daaruit. Dus, Oké. Heel veel succes ermee. Yes, komende wedstrijden ook, hè. Dankjewel, bedankt. Dankjewel.